zou het echt heel graag willen. Echt super graag. Dit wil ik en dit is het. Hoe groot zou het zijn als ik dat nu zou mogen overnemen? Ik zie in jou echt een K3-meisje. Die heeft het nu helemaal begrepen. Mijn hart maakt een sprongetje als ik jou bezig zie. Ja, lekker pittig. Ik hou ervan. Ja hoor. Ja. Hij op ja, dus je bent door. De meisjes van K3 stoppen ermee. De populaire meidengroep K3 bestaan uit Christel, Karin en Josje houdt ermee op. K3 stopt ermee. De drie zangeressen van K3 gaan de groep verlaten. Zo ziet het er toch naar uit. Wat nu? Is het nu echt gedaan met K3? Niet omdat de meisjes ermee stoppen, dat er ook geen... Ja, was één keer één ding is van een kindje dat zo weende en ze in de gazette, in de krantenwinkel. Oh, dat kan ik niet zien, Karin. Oh, sorry, schat. K3 stopt niet. Maar vandaag willen wij jullie wel laten weten dat we hebben beslist om de K3-fakkel door te geven aan drie andere meisjes. Het is een voorrecht en een plezier geweest om meer dan 16 jaar van ons leven K3 te mogen zijn. We hebben al die jaren lief en leed gedeeld binnen K3. En onwaarschijnlijk mooie momenten beleefd. We kijken er alle drie met veel trots en een erg gelukkig gevoel op terug. Dit is het succes van K3. 2 miljoen concertbezoekers. 3 musicals. Maar liefst 580.000 musicalbezoekers. Een eigen tv-serie. 5 films. 2,3 miljoen bioscoopbezoekers. 5,5 miljoen cd's en dvd's. Meer dan 180 liedjes. En ontelbare fans. Maar ik denk dat we toch moeten beseffen dat wat er hier op het spel staat iets zeer belangrijk is. Wij gaan op zoek naar meisjes die eigenlijk bereid zijn om hun bestaande leven zo goed als volledig op te geven en een volledig nieuw leven te beginnen dat volledig in het teken zal staan de komende jaren van K3. Het is zover. De zoektocht start vandaag in de AED-studio's in België. Voor Karin, Christel en Josje moet dat een heel vreemd gevoel zijn. Ik kan me dat inbeelden. Zij kiezen uiteindelijk zelf hun opvolgsters. En dat moet een heel dubbel gevoel zijn. Ja. Maar hoe streng? Ja, nu zit jij dan maar. Ik ken dat al. Ja, maar daarom ben jij er toch? Nee. Jawel. Geef een stoel hier nee tegen zeggen omdat wij niet durven. Goh, ik ben vandaag niet echt bezig met het afscheid, maar het overvalt me wel dat iemand anders daar gaat staan om onze liedjes te zingen. En ja, ik denk dat dat ook een beetje wennen zal zijn. Ja. Kijk, als ze zo opkomen, dan vind ik het een nee. Ik zie het niet als een einde. Elk einde heeft weer een begin. Dus en omdat wij weten hoe vet het is, gun ik het ze ook wel. Vandaag kan die hun toekomst bepaald worden, dus er hangt echt heel veel aan vast voor hen. Welkom bij K3 zoekt K3. Nou, hier zullen alle kandidaten hun auditie doen. Met een zelfgekozen nummer van K3 moeten ze onze 100-koppige publieksjury overtuigen. De publieksjury bestaat uit 4 vakken. De moeders... We gaan heel erg streng zijn, want we willen natuurlijk dat de K3'tjes goed vervangen gaan worden. De kinderen... Ik ga letten op of ze goed dansen, acteren en of ze stralen. De vaders... Uitstraling is belangrijk. Uitstraling is het allerbelangrijkste. En de grootouders... Er mogen speciale typetjes bij zijn. Zij zullen de meisjes eerlijk beoordelen. Sowieso een van de allermooiste dagen wel van mijn leven, ja. Met een stemknop zullen zij beslissen of ze de kandidaten goed genoeg vinden om deel uit te maken van de nieuwe K3. Wanneer 3 van de 4 vakken ja gestemd hebben, opent de poort naar K3 en Gert. Deze vakjury zal haar ongezouten mening geven. En ook hier moet de kandidaten 3 van de 4 juryleden overtuigen van haar talent. Ik ben langs de kant gewoon heel blij dat wij mee bepalen wie de nieuwe K3 wordt. Langs de andere kant vind ik het ook wel een klein beetje logisch. Omdat wij toch al 16, bijna 17 jaar doen wat we doen. En ik denk dat er niemand anders is die beter weet wat K3 is dan wij met z'n 3. Ik vind het vooral belangrijk dat er een leuke energie rond die persoon hangt. Dus eigenlijk al vanaf dat je komt aanwandelen,
kun je al een beetje voelen van, oké, die heeft... Ja. Ik denk wel dat ik streng ga zijn, vooral omdat ik vind dat we hebben een belofte gedaan aan ons publiek. We geven de fakkel pas door als we echt 3 toppertjes gevonden hebben en ze gaan dat wel moeten zijn. We gaan er uiteraard vanuit dat de kandidaten allemaal kunnen dansen en zingen, maar dat is niet genoeg om een goede K3 te zijn. Je moet ook, en wij noemen dat dan de K3-factor hebben, en dat is iets wat heel moeilijk te omschrijven is, maar wat te maken heeft met een bepaald gevoel. Het is heel spannend om in de audities te staan. Het is natuurlijk mijn droom om bij K3 te zijn, anders zou ik er niet aan beginnen. Dat waren mijn idolen vroeger. Dit is echt mijn allergrootste droom. Natuurlijk jammer dat ze stoppen, maar aan de andere kant, wie weet kan ik het zelf worden. Uiteindelijk kunnen er maar 3 meiden de nieuwe K3 worden. Welkom bij K3 zoekt K3. Maar liefst 6.081 kandidaten hebben zich ingeschreven om de fantastische carrière van K3 in de wacht te slepen. Hallo, wie hebben we hier? Jantien Eumen. 100 kandidaten krijgen de kans om hun droom waar te maken tijdens de audities en dat met een zelfgekozen nummer van K3. Welk liedje ga jij zingen vandaag? Leonardo. Ik ga Oilele doen. Verliefd. Ik ga Lollipopland zingen. Beroemd. Drums gaan boven. Ah ja, ik had dat zo helemaal niet verwacht dat hij al ging stoppen, maar dat was ook witte. Dat was zo precies zo het lot. Ik hoop gewoon dat ik me mag aansluiten aan de nieuwe K3. Lijkt me echt leuk. Ik wil winnen en ik wil doorzetten en ik moet en ik zal doorzetten naar de volgende ronde. Goeiedag. Gaat dat goed komen met deze man? Dit is Niels. Maar jongen, dat kan toch niet? Het verschil is veel te groot met zo'n jonge man en zo toch wel doorgewinterde presentator en zanger. Zo, ik val totaal in het niet. Dit kan niet. Ik vind dat we al wel al bij elkaar passen. Kijk, ja. We zijn een beetje op elkaar afgestemd, vind ik. Dan zoek de verschillen. Met de juiste belichting kan ik nog jaren mee. De kandidaten maken zich klaar voor een auditie en stiekem dromen ze al van een leven als artiest in de meest succesvolle meidengroep van de Benelux. Stel je voor dat je erbij wil zijn. Ja. Wat gaat het veranderen in je leven dan? Ja, dat zou zot zijn. Hè? Dat is eigenlijk zo'n job dat je gans je leven jong mocht blijven. Hè? Oh, daar kan ik echt wel van dromen. Doe de hippie shake. Doe de happy, happy shake met mij van mij. Mijn naam is Elise van der Wielik. Ik ben 24 jaar en ik woon in Groningen. En ik ben horecamedewerker. Dan gaan we lekker uit. Ik wil graag meedoen aan de zoektocht van de nieuwe K3, omdat ik het natuurlijk gewoon heel erg leuk vind om te zingen en dansen. En om heel veel plezier te geven aan heel veel mensen, niet alleen kinderen, maar aan heel veel mensen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ben ik echt de mooiste van het land? Nou jongens, dat kan natuurlijk helemaal niet. Elise! Hoi! Wielik, zeg ik dat goed? Ja, zeker. Wielik? Nou, dat wil ik zeker wel. Wat ziet er mooi uit, joh. Dankjewel. Wat schattig, dat jurkje. Dankjewel. Helemaal in het K3-stijl? Ja, ik vond dat moest. Jeetje. Er was geen andere optie. Qua outfit ben je al door, hoor, zeg maar. En wie heb je meegenomen? Een vriend. Oh, wat leuk. Michiel. Dag Michiel. Ja. Heb je het nice in? Ja, heel erg. Nou, en welk liedje ga je doen zo? Ik ga het liedje van koning Willem-Alexander zingen. En wat is de reden? Je bent zelf al een prinsesje? Nou, ik voel me nog niet af en toe een heel prinsesje, maar wij hebben een kasteel in Duitsland gekocht. Wat? Dat is een schön. Ja, zeer schön. Wat heb ik hier gekauft? Is dat nieuw of is dat... Sehr alt. 1890. Nou ja, ik ben 2 jaar later geboren, dus wat dat betreft zou ik er wel iets van over moeten weten. Nou, een kasteel. Ben je een miljonair of... Wat ben je dan? Harde werker. We proberen daar een hostel van te maken met een restaurant en hopelijk heel veel entertainend. Nee, ik kan alleen maar zeggen, zet hem op en maak er wat leuks van. En misschien word ik wel uitgenodigd op het kasteel. Misschien kom je wel een keer langs. Nou, wie zal dat zeggen? Terwijl Elise zich voorbereidt, maakt de jury zich klaar voor de audities. De bedenker van K3, baas van Studio 100 en drijvende kracht achter het succes van K3, Gert Verhulst, wijst de publieksjury op het belang van haar taak. Welkom. Straks komen de kandidaten op en jullie zijn de eerste die beslissen of ze mogen doorgaan of niet. Nog voor wij, de jury, K3 en ikzelf, dat kunnen beslissen. Dus jullie hebben een zeer belangrijke taak. En jullie mogen echt wel streng zijn, want jullie gaan het leven van een aantal mensen hier vandaag grondig veranderen. Wees streng, maar rechtvaardig. En succes. Hey.
komt aangehold. Ja, ik heb er zin in. Dag Elise. Hallo. Hoi. Elise, dit is jouw vriend. Ja. Aangenaam. Hoi. Hallo. Ik ben Michiel. Hoe is het met de zenuwen? Nou, als ik zo een beetje kan blijven bewegen, dan gaat het goed. Ja, je zult zingen, ja? Dat wordt bijzonder. Nee, okay. Als ik blijf bewegen, dan gaat het goed met de zenuwen. Okay. Anders sla ik dicht. Ja. Wij zullen supporteren voor jou. Je mag die richting uit. Ik wens je veel plezier en veel succes. Dank je wel. Tot zo, hè. Schat. Nee. Gaan we eens kijken, hè? Ik ben heel benieuwd. Ik zou heel erg graag bij de nieuwe K3 willen zijn. Ja, het lijkt me gewoon super tof om samen met twee andere meiden heel veel tours te gaan doen. Hallo allemaal. Jeetje, wat een mens in één keer zo voor me. Wat leuk. Mijn naam is Elise van der Willek. Ik ben 24 jaar, ik woon in Groningen. En ik ben benieuwd of jullie weten wie de koning van Nederland is. En dan weten jullie vast en zeker wat voor liedje ik ga zingen. Ik ga natuurlijk voor jullie Willem-Alexander zingen. Heel veel plezier. Tof gedaan. Goed begin. Leuk, ja. Ik ging trekken in de quiz. Ik vind dat wel leuk. Liefste Maxima, ik stuur jou deze brief om je te feliciteren. Liefste Maxima, jij bent vast kei verliefd op die harten die van jou. We hebben drie hartjes nodig die gaan oplichten, hè? Ja, drie van de vier, hè? Die van jou. Liefste Maxima, als ik zo iemand vond, mocht hij ook mijn hart regeren. Dus vertel me nog één keer waar alles begon. Met die harten die van jou. Met die harten die van jou. Oh, wow, de kinderen, dat is goed, dat is goed. Vinden, net als koning willen. Nog één, kom maar, nog één en ze maken maar de vakjury, hè? Iemand zo wou net als die harten die van jou. Waar kan ik zulke jongen vinden, net als koning? Je moet de jury overtuigen, het publiek is al mee. Maxima, ik zie hoe jij hem bemint, dus ik wil jou feliciteren. En ik hoop dat ik ooit net zo'n teddybeer vind als die harten die van jou. Als die harten die van jou. Ah, heel leuk. Elise. Oh. Oh. Wat is er? Adelina de Maat. Adrenaline, kick, oh. Water, spanning, iedereen. Oh. Ja, dat is heel begrijpelijk. Oeh, ja. Oh, wil je een Kleenex? Wat zei je? Wil je een Kleenex of ga? Oh, nee, ik heb hem weer. Oké. Okay. Ze heeft hem weer. Ja. Hallo. Hoi. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Je hebt een hele leuke presentatie gedaan. Het kwam heel spontaan over. En ook als je hier staat, je bent heel echt. En dat vind ik leuk. Dank je wel. Je hebt een leuke styling ook. Ik zie in jou echt wel een K3-meisje. Dank je wel. Christel. Ja. Ik denk dat jouw mooie verschijning iedereen een beetje laat vergeten dat je eigenlijk naar het einde toe vooral ook die hoge noten echt wel moeilijk hebt kunnen pakken. Normaal gezien doe je ook echt nog een choreografie erbij. En dat is zo toch iets waar ik me een beetje zorgen over maak. Elise, je ziet er mooi uit. Je hebt een open gezicht. Dat wil zeggen, ja, je sprankelt. Mensen houden van jou, hebben je graag, vinden je leuk. Wij ook. Maar K3 is nog altijd een zanggroep. En voor mij... schiet je daar net iets te kort. Dus ik vrees dat daar een probleem zou kunnen zitten. Ik ben wel een harde werker. Kijk, dat is heel belangrijk. Dat is goed gezegd. Ja, ja, ja. Dat mag ze wel eens zeggen. Oké, dan gaan we over naar de stemming. En ik ga bij mezelf beginnen. We hebben er drie nodig, drie hazen. Ik vind jou heel echt. Er is nog werk aan, maar ik zou jou graag die kans geven. Dus daarom zeg ik ja. Dankjewel. Ja. Gert. Ik zeg nee. Kom maar, Gert. Josje. Voor mij krijg je een ja. Dan is het nog één, man. Christel, hè? Christel was wel kritisch, hè? Heb nog één ja nodig. Krijg je die van Christel of niet? Ik ben heel erg benieuwd. Ah, wel, Elise.
Ik had zoiets van, het is het net niet. Maar je hebt me overtuigd door te zeggen dat jij een harde werker bent. Dat wist ik. Ja, ja, echt? Ja. Yes, top. Dan gaan we heel hard werken. Ja. Dat is wat je noemt een sprint in het veld. Ja, oh. Haar de werkste naam, de auto is vuil, en ze mag hem al direct gaan wassen. Ja, man, maar er zijn... Nee, ik weet het niet. Er is ook nog ruimte voor verbetering en dat is ook leuk. Nou, oké, dan. Hey! Ja, wie doen? Spannend, maar ook je. Ik zat te trillen, die shaky. Heel goed. Wow. Ontzettend goed. Oh, je moet huilen. Nou, een beetje. Oh, wat leuk. Ik vond haar wel goed, alleen niet echt helemaal voor K3. Maar wel om te zingen op het podium of zoiets. Ja. Heel leuk. Tot snel, hè. Dank je wel. Ja, kus. Zelfs. Dan Lucas. Hey, leuk. Tot snel. Dank je wel. Hoi. Bye-bye. Oh, die is zo schattig, man. Echt waar. Die is zelfs bijna opgeven. Ik ben Evelien Gerlo, ik ben 21 jaar. Ik hou van zingen, dansen, snowboarden. Ik werk bij het Zand- en IJsculptuurfestival. En ik zit eigenlijk mee een beetje in de organisatie. Het kasteel hier achter mij vind ik echt wel het pronkstuk. Het is gemaakt door 5 artiesten. Ze komen uit Rusland. Ze hebben daar 2 weken aan gewerkt. En het weegt ongeveer 150.000 kilo. En dat is echt wel mooi om uit een blok zand eigenlijk zo'n prachtig kasteel te zien verschijnen. Peter Pan moet nog gescreend worden. De onderkant. De onderkant. Dan Rogelio is hier klaar achter Jungle Book. Ik denk dat K3 wel iets voor mij zou zijn. Omdat gewoon de combinatie van zang, dans en acteren. Ik doe dat super graag. En als je daar een job van kunt maken, dat zou echt super leuk zijn. Het is de eerste keer dat ik meedoe aan zo'n wedstrijd. Misschien ben ik wel een beetje een ruwe diamant. Ik denk dat we dat ook wel gaan ontdekken tijdens de auditie. En dat dat wel heel tof zou zijn natuurlijk. Hallo. Het is een loopje. Het is echt een loopje. Kijk je gelijk of de houding ook goed is en zo. Kom hier staan. Hallo. Gaat het goed met je? Ja. Heb je er zin in? Ja. Zenuwen gaan nu een beetje... Ja, stilaan. Houd rustig, hè. Wie heb je meegenomen? Dit is mijn tweelingzus Julie en dit is mijn vriendin Faso. Oh, wat grappig. Je tweelingzusje? Ja. Maar jij was er eerder uit als zij? Nee. Zij is 11 minuten ouder als ik. Hoe kan dat nou? Want jij bent nog groter en zij is kleiner. Zie je, ik heb er ook geen bars verstand van. Nou, ik zou zeggen, loop naar de deur en ik wens jou heel veel succes. Dank je wel. Zet hem op. Dank je. Oké, niet je kop in het zand steken, hè? Ik denk dat ik mij ga richten naar iedereen een beetje. En ja, hopelijk drukken ze allemaal af voor mij, dat de hartjes open gaan. Hallo allemaal. Ik ben Evelien en ik ben 21 jaar. Ik breng voor jullie de 3 biggetjes. En ik hoop dat jullie daar al wel heel veel zin in hebben. Ja, ik vind het een tofke. Ik verwacht veel. Als ze even goed zingt, als ze eruit ziet en uitstraalt, dan zijn we goed. We gaan erop vangen. Oh. Het sneeuw. Oh. Niemand heeft afgedrukt zelfs. Yeah.
Wat is dat? Waar? Ik bedoel, een meisje van bij ons. Ja. Ik vind dat heel bizar, dit. Ik vond die top. Nou, ik vond het een leuke, stoere meid, maar ik miste nog wel wat. Ik denk dat alle mensen gewoon zo aan hun er aan het amuseren waren. Dat het niet het nee, oké. Okay. Je weet het niet. Je weet nee, het ik weet het niet. Dus, okay. Ik vond het eigenlijk wel een K3-meisje. Alleen haar zangkwaliteit vond ik wel iets minder eigenlijk. Maar je hebt wel je best. Ik krijg een knuffel van me. Kom hier. Dank je wel. Je hebt hartstikke je best gedaan. En het is helaas niet gelukt. Misschien de volgende keer weer. Ja. Ik heb opgeschreven, word ik blij van. Maar dat is heel goed. Dat... Ja, maar er zijn heel veel dingen waar ik heel blij van word, maar die je beter niet in K3 zet. Alsjeblieft, laat dit goed zijn. Yeah. Je hebt een mooie lach, een prachtige bek. Oh my god. Ik vind dat een risico. Dat wordt niks. Stem was wel... De strijd is losgebarsten bij de meest unieke talentenjacht van dit jaar. K3 zoekt K3. Nou, de drie die deze talentenjacht winnen, krijgen hoofdrollen in films en natuurlijk musicals. En staan meteen naar de finale voor uitverkochte zalen. De audities die zijn in volle gang. Nou, de spanning is hier natuurlijk om te snijden. En iedereen die hier is, wil deel uitmaken van de meest populaire meidengroep van de Benelux. Dit is K3 zoekt K3. En dit is het succes van K3. 2 miljoen concertbezoekers. 3 musicals. Maar liefst 580.000 musicalbezoekers. Een eigen tv-serie. 5 films. 2,3 miljoen bioscoopbezoekers. 5,5 miljoen cd's en dvd's. Meer dan 180 liedjes. En ontelbare fans. Maar ik denk dat we toch moeten beseffen dat wat er hier op het spel staat iets zeer belangrijk is. Wij gaan op zoek naar meisjes die eigenlijk bereid zijn om hun bestaande leven zo goed als volledig op te geven en een volledig nieuw leven te beginnen dat volledig in het teken zal staan de komende jaren van K3. Welkom terug bij K3 zoekt K3. De zoektocht naar de dames die de fakkel van Karen, Christel en Josje kunnen overnemen is begonnen. Twee topdames. De kandidaten bereiden zich zo goed mogelijk voor, want ze moeten eerst de publieksjury overtuigen van hun talent. Ja, de jury, dat zijn mensen in het publiek dan, hè? Ja, ik vind het ook wel een beetje spannend. Ik vind de volksjury top. Ik had nooit verwacht dat ze zo streng zouden zijn. Je moet wel 3 hartjes hebben die oplichten voordat je eigenlijk zou kunnen doorzijn. Dat is veel. Dat is veel. Nog spannender is natuurlijk voor K3 zelf optreden. Hoe je het meest schiet. Voor Geertje. Maar ja, ik denk dat dat toch de grote basis is, niet? Ja, ik ben benieuwd. Kijk er naar uit, hoor. Ik ben Laura Ausums. Ik ben 25 jaar. Ik ben Belgische, maar ik woon in Nederland. Het leukste aan een lid van K3 te zijn lijkt mij dat ik iedere dag mag optreden. Dat ik vrolijke muziek mag brengen. Dat ik daarbij ook nog mag dansen. En dat ik daardoor ook kindjes gelukkig mag maken. Echt een sprookje, hè? Ja, maar sprookjes zijn mooi. Ik hou wel van sprookjes. Hallo, zeg, wat ziet er fantastisch uit. Merci. Zo uitgetost, amai. Dag, mannen. Hallo. Dag. Jullie zijn familie, vrienden? Ja. Dat is mijn broer. Ah, voilà, kijk. We mogen naast elkaar komen staan. Kom maar een beetje dichterbij. Zeg, amai, zeg, wat een verschijning. Met de bloemetjes, met de jurk. Ik vind het zelf heel mooi. Ja, het is heel mooi, het is heel mooi. Maar ga je zo door het leven of is dat nu speciaal dat je denkt van kleurtjes voor K3? Wel, het is sowieso een mooi kleurtje toch voor K3, maar ik heb het ook al gewoon aangehad. Ja. Okay. Dus ik vind het gewoon heel mooi. Heel fleurig en heel positief. Hoe heb je het meest schrik? Of heb je geen schrik? Een beetje kriebels. Ik wil gewoon het publiek graag overtuigen. Ja, wat dan moet je eerst overtuigen. Ja, voilà. En dan dus, de jury, wie is volgens jou de strengste? Eigenlijk denk ik toch wel Gert. Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Maar als je bij Gert diep in zijn ogen kijkt, dat kan wel eens helpen. Ah, dat ga ik proberen. Dus, ja. Ik ga je veel succes wensen. Wat ga je zingen? Dankjewel. Ik ga EO zingen. Oké, okay. Ik zal stiekem een beetje meezingen met de mannen hier. Wij gaan hier volgen. Ja, leuk. Is het goed? Zijn jullie stemmen ook opgewarmd? Ja? Ja. Okay. Meegedaan dan, dus... Ja, okay, danser, dus misschien... Komt helemaal goed. Geniet ervan in elk geval. Dankjewel. Veel plezier. Je mag naar daar gaan. Ik vind het wel een beetje spannend om voor het publiek op te treden en ook dat zij dan voor mij gaan stemmen uiteindelijk. Ja, ik hoop dat ik ze allemaal kan overtuigen.
Hallo allemaal. Mijn naam is Laura. Ik ben 25 jaar. Ik ga EO zingen. Ik heb mijn piratenhoed niet meegenomen, maar wel een tutu. En we gaan toch knallen. Ik heb er zin in. Daar word ik al heel blij van. Van een roze tutu. Die straalt. Nee, we hebben er drie nodig, gasten. Kom aan, hè. Ja, drie van de vier. Drie van de vier hebben we er nodig. Oké. Okay. Ja, de papa's die zullen ook wel naar voren. Ik heb de ook, hè. Kom aan, jongens. We hebben nog eentje nodig. Oh, la la la, we liggen hand in hand. Groeten de zon van op. En voor het slapen gaan zingen we zacht. Eyo, eyo. Eyo, eyo, eyo. Eyo, eyo, eyo. Eyo, come on. Eyo, eyo. Eyo, eyo. De buurvrouw is helemaal mee. We gaan eens luisteren wat ze vinden. De jury. Hallo. Laura, gefeliciteerd. Je hebt een prachtige prestatie neergezet. Je ziet er goed uit. Je hebt een mooie lach, een prachtige bek met prachtige tanden. Ja. Dank je, Ger. Mooie kuiltjes in de wangen, mooie blik in de camera. En je zingt nog eens goed ook. En je ziet dat je het graag doet. Je pakt het publiek. Mensen waren enthousiast. Het lijkt wel alsof je plezier in hebt. Ook. Ja, ik heb een bal, jongen. Dus voor mij was het helemaal top. Maar, is dat voor de rest ook zo? Dat is de vraag. Josje. Ja. Nou, ik was al overtuigd toen ik de tutu zag, maar dat moet natuurlijk nog meer gebeuren. Maar je ziet er al superleuk uit. Je hebt heel mooi gezongen. Je hebt een hele leuke uitstraling. Hartstikke leuk. Ja, Laura, ik zat echt zo te doen als je opkwam, omdat ik dacht van, alsjeblieft. Laat dit goed zijn, want ze ziet er zo geweldig uit en alle verwachtingen zijn ingelost. Dus gaan we naar een heel spannende stemming, bedoel ik. Ja. Josje, wat zal het zijn? Ja. We hebben er drie nodig, we hebben er al één. Voor mij ook een hele grote ja. Kom aan. Een ja. En je bent sowieso door, maar van mij krijg je een vierde ja. Gefeliciteerd. Mag je ook eens vastpakken? Ja, ja. Kunnen we even aan Sven, de stylist, doorgeven dat hij nu onmiddellijk even die tutu afpakt van haar? Want die wil ik hebben. Het was maar één woord eigenlijk. Wauw, maar dit was hem. Zeg maar, het ging zo goed. Het was precies alsof dat je al in het sportpaleis stond met de Kadri's. Ja, dat weet ik niet, ja. Echt waar, je hebt goed gezongen. Ja, het was zo leuk. Ik vind van ze echt wel goed. Ja. En die haar kleding was ook zo leuk. Ja. Ja. Super goed gedaan, echt waar. Tot dan, man. Het zal lekker zijn. Ze zijn blij, hè? Terecht. Hè? Echt waar, voor mij zou die bij K3 kunnen passen. Echt waar. Jongens, een ijsje van Geer, daar is hij nog een keer. Het is geen feest als Geer, de ijskoman, niet is geweest. Nou, die is origineel, hè? Haha. En kijk eens, nog een blonde dame. Hoe heet jij? Hallo, Margot. Margot, hoe is het? Goed. Ik ben Margot van Aken. Ik kom uit Veendam oorspronkelijk, dat ligt in Oost-Groningen. Ik ben 22 jaar. Zo?
Ik vind eigenlijk dat ik er eigenlijk heel goed in ben, als ik het zelf zeg. Ik vind het ook Ik heb het nog nooit gedaan. Zit je nog op school of werk je al? Of studeer je? Ja, ik studeer. En wat studeer je? Technische wiskunde aan de TU. Pardon? Technische wiskunde aan de TU Delft. Oh, dat is best pittig. Ja. Dus je bent een hele intelligente K3 aan het worden gewoon. Ik hoop het. Wiskunde is, is leuk omdat het, het allemaal kleine puzzeltjes zijn. Dus als je dan een puzzeltje uiteindelijk opgelost hebt, dan heb je het gevoel dat je ook echt iets hebt bereikt. Ik heb toevallig, ken ik heel veel getallen achter de komma van pi uit mijn hoofd. Dat meen je niet. Ja, ik weet niet of je dat wil horen. Ja, ik wil het even horen. Graag. 3,14159264235926243386289868264196     Het is goed. Voor de kijkers thuis, ja, je snapt er niks meer van. Ik snap er ook niks meer van. Maar we staan wel lekker bij de ijskar. Het is hier heel gezellig. Hartelijk dank. Yo. En zet hem op zo, hè. Sterkte. Ja. Ook, het komt helemaal goed. Ik zie het K3-avontuur als iets waar ik veel van kan leren. Ik heb er heel veel zin in. Het lijkt me heel erg leuk. Als ik het uiteindelijk zou worden, zou ik het echt geweldig vinden. Hallo. Ik ben Margot. Ik ga voor jullie I Love You Baby zingen. Dat hebben jullie waarschijnlijk al heel vaak gehoord. Maar ik heb hem als mijn wekker ingesteld. En ik word iedere dag heel vrolijk wakker. Dus ik hoop dat ik die vrolijkheid op jullie over kan brengen. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Die Hollanders kunnen er toch goed uitleggen. Dat is deze tribune, jongens. Maar nog twee. Ja hoor, nog eentje. Hi. Je hebt goed gezongen. Het was een leuk optreden, maar ik vond dat je een beetje angstig uit je ogen keek. Oh. Alsof je heel erg bezig was van wanneer wordt er nou gedraaid? Of gedrukt. Dus dan werd ik een beetje door afgeleid. Oh, oké. Ik heb opgeschreven aangename stem. Ik hoor jouw stemgeluid heel graag. En ik vind dat leuk, die... Ik kan het niet nadoen. Als je Love You zong, vond ik heel mooi. Ik vind dat heel mooi. Ik dacht, zat zo'n heeltje in, hè? Ja, oh, dat super. Wauw, vind ik kei tof. Maar ik zie jou dan weer niet binnen K3. Waar Karen daarnet zei dat ze heel erg houdt van jouw stem, hou ik er veel minder van. En daar verschil ik heel erg van mening met Karen dan, maar dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. Ja, dat is nogal geweest dat we van mening verschillen. Dan moeten we overgaan op het stemmen. Ik ben niet overtuigd door jouw auditie, Margot. Het spijt me zeer, maar... Ik zeg nee. Karen? Ik zeg nee. Kort maar krachtig, nee. Nee, sorry. Sorry, Margot. Oh. Okay, toch bedankt om hierheen te komen. En gefeliciteerd, want je bent tot hier geraakt. Dag. Oh. Wij vonden het heel leuk, hoor. Ja. Dank je wel. Zo goed. Ik ken dan niet dat jij dat zo graag hoort. Dat is toch raar, hè? Alleen niet dat ik het... Het is niet... Je love. Ik vind dat zo mooi. Wauw, waar ik dat kom. Ja. Er wachten nog heel wat kandidaten die hun droom willen waarmaken. Want zangeres in K3 worden verandert je leven voorgoed. Dames, ik heb nog iets gevonden. Dag. Daar moeten we even iets meer over vertellen. Kom eens even hier, daar moeten we even iets meer over vertellen. Als ik nou echt... Dat denk ik niet, of toch zeker niet in de gedaante van K3. Oh, dat is wel in Nederland. Ja, en dat was de albumvoorstelling van? Verliefd. Van Verliefd.
Het succes van K3 kent geen grenzen. De treintournee zorgde voor een ware volkstoeloop in verschillende stations in Nederland. Meer dan de meisjes ooit hadden durven dromen. En soms werd het hen zelfs een heel klein beetje te veel. Ik moet je helemaal wenen nu. Ik vind dit een van de topmomenten. Waarom? Omdat dat de eerste keer is dat we in Nederland zo groots ontvangen zijn. Dat is, ze moesten echt, de security was in paniek omdat er zoveel volk was dat het bijna niet meer verantwoord was. En als je zoveel jaren later, was er dan ook jouw eerste optreden? Mm-hmm. Natuurlijk, jij wist wel dat K3 heel populair was, dat ze voor veel volk optraden, maar toch, ja. De eerste keer dat je dan op dat podium staat, dat is ja, dat was wel een dingetje hoor. Ik weet nog heel goed hoor, die eerste keer voor mijn vuurdoop. Was je zenuwachtig? Heel zenuwachtig. Ja? In het begin was ik eigenlijk altijd non-stop zenuwachtig. En hoe lang heeft dat geduurd? 6 jaar. Het is dat nu nog. Mm. Zo zenuwachtig. Nee, op zich. Ja. Ja, dat wel. Nee, op zich ging dat wel redelijk vlot hoor. Je bent, ja, het was ook gewoon gaan met die banaan, hè. Maar nu gaan we op zoek naar de nieuwe meisjes, hè? Ja, nieuwe meisjes. Die zullen niet twee gouden ouwe bij zich hebben aan hun zijde om een wegwijs te maken. Dus ze zullen... Yes. Je ziet gewoon hoe het toen leefde en dat het gewoon nog log, steeds hè? Is. Ja. Log, ja. Ja, ik denk dat dat gewoon echt zwaar is, maar ik denk dat dat wel leuk is. Leuk zwaar, zo ken je het. We kunnen straks nooit meer zomaar naar de stad, zonder dat iedereen je kent. Ja, dat kan wel. Mag dan op de foto met die kinderen. Ja, en als je de nieuwe K3 hoort, dat is wel superleuk. Ja. Nou ja, ik kan me echt wel niet voorstellen hoe dat gaat zijn. Nee. Ook als je gewoon hier al die foto's, dat je denkt van straks dan hang ik op zo'n raam. Ja, zo raam. Dat heb ik ook al gedacht, of op de chips of op de koekjes. Ja, broodtrommels en zo. Ik ben Jasmin Vermassen en ik ben 24 jaar. En ik ben eigenlijk van Aalst en momenteel woon ik in Leiden. Ik ga jou een vraag stellen die al 100.000 mensen hebben gevraagd. Ja. Maar jouw achternaam is Vermassen, ben je daar familie van? Ja, dat is mijn papa. Dat is jouw papa? Ja. De mensen uit Nederland die aan het kijken zijn, jouw papa is een hele bekende advocaat hier. Is hij er zelf bij vandaag of niet? Ja, ik kon er vandaag jammer genoeg niet bij zijn, omdat hij heel veel werk had. Tuurlijk. En mijn mama kon er ook niet bij zijn. Maar mijn vriend is mee en mijn metekindje. Ah, en straks komen mijn twee zussen nog en twee kindjes. Dus je hebt supporters genoeg bij? Ja, ja. Oké, komt goed. Waarom denk je dat je bij K3 thuis hoort? Omdat ik ook, ik zing, ik dans, ik heb toneel gespeeld een tijdje geleden. En ja, ik werk elke dag met kinderen en ik doe dat ontzettend graag. Wat doe je nu dan? Ik werk in bijzonder onderwijs. Oké. Okay. Ja. Ik ben eigenlijk van opleiding kleuteronderwijzeres, maar momenteel werk ik in bijzonder onderwijs. Ah, dat is wel leuk. Dat is heel leuk. Veel voldoening uit, denk ik. Ja, heel veel voldoening, ja. Oké. Okay. Ik denk dat ik geschikt zou zijn voor K3, omdat ik heel graag werk met kinderen. Het is echt een droom. Als die zo waarheid worden, dat zou echt geweldig zijn. Hallo allemaal, ik ben Jasmin Vermassen. Ik ben 24 jaar en ik kom uit Aalst. En ik zou graag voor jullie het nummertje brengen Wanneer zie ik jou terug. Maar meestal ben ik een heel vrolijk meisje. Maar ik wou dat liedje kiezen omdat het voor mij een heel speciale waarde heeft. Dankjewel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom ze dat hebben gekozen. Ah ja, dat is de truc. Iedereen zegt dat jij nu in de hemel bent. Nee, ik moet niet huilen, want ik weet dat jij van me houdt. Maar ik zou alles ruilen voor nog 1 seconde met jou. Wanneer zie ik jou terug? Hopen dat ze nu gaan stemmen. Hè? Knipoogt en me nooit verlaat. Oké, dat is goed. De papa's, ja. Tuurlijk, papa's. Dat is gewoon wat dan. Aan de hemel staat. Zeg, meisje, we zijn goed bezig. Nog geen lichtje en het is vandaag. Dat jij nu vast geen pijn meer voelt. Ja! All right. Goed.
is goed nieuws. Oké, dat is goed, hè? Wat er morgen ook mag gebeuren, maar wie antwoordt echt op mijn vraag? Wanneer zie ik jou terug? Mijn ster die naar me knipoogt en me nooit verlaat, die elke avond aan de ik denk dat ze Karen al geraakt heeft, denk ik. Jasmin. Hallo. Hallo. Ik heb twee vragen voor jou die op ieder van ons puntje van de tong liggen, volgens mij. Mm-hmm. Ten eerste, Jasmin Vermassen. Ja. Vermassen. Moet Geert zich zorgen beginnen maken dat hij met de contracten processen nee, krijgt? Nee, zeker niet. Zeker. Nee. Dus je bent geen familie? Ik wil hem niet. Ik ben wel familie, maar je moet geen... Is het waar? Ja, is mijn vader. Ik wil hem niet zien, hè. Tweede vraag. Ja, waarom heb je voor dit nummer gekozen, hè? Een speciale waarde, wij zijn allemaal heel benieuwd. Ja. Dit nummertje hebben ze gespeeld op mijn zus haar kindjes, de begrafenis van hun opa. En dat is mij altijd bijgebleven, omdat de kindjes daardoor hun verdriet hebben kunnen verwerken. En ik vind dat echt mooi als jullie met zo'n nummertje dat kunnen. Oh. Dank je wel. Dat is mooi om te horen. Christophe. Het is al sorry. Doe me dat niet aan, Dave. Hey, Jasmin, heb jij... Dank je wel. Alsjeblieft. Ah, die schmink. Het is wel een risico om zo'n langzaam en gevoelig liedje te brengen, want het is... Ja. Daardoor kwam wel een beetje naar voren dat je stem hier en daar een beetje fragiel klonk. Ja. Ja. Ik vind dat een risico. Ik moet heel eerlijk zijn, toen ik je zag opkomen, dacht ik, dat wordt niks. En toen begon je te zingen en toen kwam je heel close in beeld. En toen gebeurde er iets. En ja, ik vond het op een of andere manier spannend. Dus ik vond het boeiend. Amai. Je bent een heel mooi meisje. Je hebt zeker dat frisse, het buurmeisje gevoel. Ik twijfel een beetje of je ook wel de... star quality hebt. Zo ja. De extra K3-factor. Ja. We gaan stemmen. Ik weet niet of ik in jou echt een K3-meisje zie. Wauw, die spat van het scherm. Oh, niet huilen, niet huilen. Nee, niet huilen. Heel naturel. Je bent heel spontaan. En dat werkt heel ontwapenend. Gewoon een feestje van maken met z'n allen. Welkom terug bij de meest unieke talentenjacht van het jaar. Want als je deze talentenjacht wint, heb je meteen een succesvolle carrière. Nou, we gaan snel verder met de allereerste auditieronde. Welkom terug bij K3 zoekt K3. Voor Jasmin is het uur van de waarheid aangebroken. Hey Jasmin, je bent een heel mooi meisje. Je hebt zeker dat frisse, het buurmeisje gevoel. Ik twijfel een beetje of je ook wel de star quality hebt. Zo ja. De extra K3-factor. Ja. We gaan stemmen. Jasje. Ja, ik wil ook gewoon bij mijn eigen gevoel blijven. Ja, en, nou, maak het nou nog niet erger dan het al is, hè? Sorry, nee. Geen probleem. Geert dan. Als die vader niet meekomt de hele tijd, dan is het voor mij een ja. Christel, ik wil met jou wel aan de slag. Een ja. Ik heb 3 ja's nodig. Van mij krijg je de 3. Dank je wel. Jasmin, ja, natuurlijk. We hebben het gevolgd. Ik vond het eigenlijk een hele goede audio. Ja, ik vond het ook goed. Het heeft mij ook echt ontroerd. Haar stem was wel heel mooi. Ja, dat was ook een beetje triestig. Zeg, het ging goed, hè? Ja, heel goed. En je hebt tegen mij gezegd dat je de mensen wil ontroeren. Dat is gelukt, hè? Ja, denk het wel. Meer nog, Gert. Ik heb zelfs straatjes gezien bij Gert en die heeft dat niet zo snel. Ja. Zeg, en eigenlijk moet je toch geen schrik hebben dat de... Vermassen meekomt, je hebt toch niks te verstoppen binnen de studio? Dat is een poppetje, hè. Trouwens, dat zijn assize zaken, hè. Dat is pas als ik er een van de 3 zou vermoorden. Vermoorden, hè.
Dat heb je nog niet gedaan. Ik heb het ook. Oh, dan nog niet. Tim, die kost niet veel. Dus auditie doen is wachten, wachten, wachten. En dat blijkt zenuwslopend voor sommige kandidaten. Ja. Ik ben echt benieuwd wanneer ik mag. Ik heb zo wel spanningskriebels, maar dat is geen stress. Nu ben je nog niet zenuwachtig. Ik heb het toch redelijk goed voorbereid? Ja, eigenlijk ja. Ik hoop dat ik mijn tekst niet vergeet, maar bij het oefenen ging het wel gewoon goed. Dus. Ik hoop dat de mensen gewoon heel enthousiast zijn, want dan valt er echt gewoon een hele lading van je af. Je gaat dat goed doen. Ja, we gaan ons best doen. En heb je er zin in? Ja, het is kei spannend. Ja. Ik ben Sarah, ik ben 26 jaar en ik kom van Antwerpen. Hallo. Hi. Hi. Sarah ben jij? Ja. Sarah Gracia, zeg ik dat dan goed? Sarah Gracia Santa Creu. Maar Gracia Santa Creu is mijn achternaam. Dat klinkt bijna. En hoe heet jij? Welke? Vind je leuk? Ja. Wat heb je een mooie zus, hè? Nee, ik heb een mooie zus. En zo is het ook, allebei. Ja. Mijn zus is mijn grootste fan, dat mag ik wel zeggen. Zij kijkt heel erg op naar wat ik allemaal doe. Zij wil ook heel graag doen wat ik doe. En wij zijn twee handen op, één buik. Ik vlieg de hele wereld rond. K3 Airlines komt je halen. Zij is al sinds ze weet dat ik meedoe aan het oefenen. Want dat doet Femke altijd. Stel dat ik ziek word, dan kan mijn zusje het overnemen. Maar heb je al een beetje ervaring ook al met zingen hier en daar? Ja, ik... Voor mij heb je iets bekends. Kan dat of niet? Ja, in België ben ik te zien op televisie. K3. Ja, en binnenkort... Meegedaan. Binnenkort met K3 zo'n K3. Ja. Slimme opmerking. In het dagelijkse leven ben ik actrice, zangeres. En ik sta op toneel, musical. En momenteel ben ik nog te zien in Go Go Go, een jongerenreeks op Kidnet. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het straks gaat bij de auditie. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En je zusje ook. Jullie zien er allebei prachtig uit. Dankjewel. En een hartstikke leuke dag. Tot straks. Tot straks. K3 is heel veelzijdig. De ene moment staan zij op set, de andere staan zij in grote zalen voor kinderen. En dat is alles wat ik momenteel doe, graag doe en wil blijven doen. Sarah. Nou, de hele familie is erbij. Ja. Lieverd, kom jij hier even staan bij mij? Kunnen we jou ook allemaal zien op televisie? Nou, mama is erbij, nog een vriendinnetje. Ja. Wat hartstikke leuk. Nu gaat het gebeuren. Ja. Geef je zus nog een knuffel. Ik voel me inzingen, schat. En dan gaan wij naar je zusje kijken. Dat heb ze al geleerd. Met make-up op mogen we niet zoenen, want dan... Succes, hè? Heel veel plezier. Ik ben super zenuwachtig, want het blijft gewoon een auditie. Zoals altijd, maar dan met heel veel camera's erbij en nog heel Vlaanderen en Nederland erbij. Ik hoop dat alles goed gaat verlopen. Ken ze? Ja, van. Nee, die lijkt op iemand. Ja. Natuurlijk, van op tv. Die komt op tv. Ja, waarom? Doet hij op tv? Die speelt mee in die Kidnet-reeks Go Go Go. Ja, en ik heb dat nog nooit gezien en toch ken ik ze van jullie. Ja, maar die duikt overal op. Alleen niet overal. Nu straks als je een auto open, hoe ziet hij er niet in? Het begon wel goed. Ze kwam op. De looks waren goed. De temperatuur liep er nog snel op. Ja. Maar dan begint ze te zingen en dan valt ze voor de mat. Oh. Ik
vond het helemaal niet prettig om naar te luisteren. Nee, er zat zo'n sneaky. Ja, ik vond net, het klinkt alsof ze moet huilen. Ik vind het ook spijtig. Ja. Maar wij vonden het wel leuk om je in de show te hebben in ieder geval. Dank je. Dus ik wil je toch heel hartelijk danken. En jullie bedankt voor jullie support. Eigenlijk alles. En ik hoop toch maar weer door de volgende keer, toch? Hartelijk dank. Dankjewel. En jou bedankt, hè? Want jij hebt ook mooi gezongen, schat. Dankjewel. Salut, bye bye. Jammer voor Sarah. Er waren nog een aantal meisjes die hun droom om beroemd te worden in duigen zagen vallen. Hallo allemaal. Ah, ik hoop dat hij dat goed doet. Maar wel met mensen drukken niet. Als ik beroemd zou zijn. Haar stem was wel. Mama danst ook zo een beetje. Dat is echt waar. Op een vijf. Alleen dan denk ik veel meer als mama dan vijf. Maar... Is dat van jou? Ja, dat is van mij. Oké. Okay. Ga je het zonder doen straks, de auditie? Nee, blote met. Voeten? Met. Ah, toch? Ja, ik doe ze gewoon aan. Ik heb nooit begrepen hoe meisjes of vrouwen op zo'n hak kunnen lopen. Ik heb ze eigenlijk reksjes aan. Ja, dat niet doen. Je hebt een hele grote zak bij, hè? Wat zit er allemaal in? Ja, nou, daar zaten dus deze schoenen in. Ja? En mijn dwarsfluit zit er ook in. Ja, dwarsfluit zit er in. Jij speelt dwarsfluit? Ja. Ik ben Klaasje Meijer. Ik ben 20 jaar. Ik kom uit Amsterdam. En ik studeer daar dwarsfluit aan het conservatorium. Wat ik ga doen? Jullie weten, de eerste vier maten hebben we rust. En dan... We zijn nu in de leer waar ik dwarsfluitlessen geef. Het leukste aan dit instrument is dat hij zo mooi glimt. En het geluid is gewoon magisch. Dus voor mij is het echt mijn droominstrument. Ik speel sinds ik 7 ben blokfluit. Want toen was ik nog niet groot genoeg voor de dwarsfluit. En toen ik 10 was, mocht ik echt op de dwarsfluit beginnen. Als ik K3 word, dan hoop ik dat ik mijn dwarsfluit bij me mag houden. Anders zou ik het niet willen doen. Mijn vader is dominee en mijn moeder is organist en muzieklerares. Dus op die manier kreeg ik de kans om muziek te maken. Sonia con mondo senza più violenza. Ik zing in het Meijer Quintet samen met mijn zussen. En dan spelen we meestal hier in de kerk. Want dat is natuurlijk wel een hele mooie zaal om te oefenen. Als kind was ik gewoon heel erg fan van K3. Ik wilde K3 dekbed en ik keek naar video's en cd's had ik. Ja, het lijkt me gewoon geweldig om dat zelf te mogen gaan doen. Hoog tijd voor Klaasje om te laten zien wat ze kan. Hallo. Ik ga voor jullie een rustig liedje zingen. Nou, dan gaat het gebeuren. Zo alleen met al die mensen om je heen. Als je lacht, als je huilt en er niemand luistert, elke dag voor een muur komt te staan. Kijk me aan, kijk me aan, je hebt een vriend.
op van de zee. Steek je hoofd daar niet in het zand. Neem een hand, neem een hand. Je hebt een vriend. Niemand die voor jou door vuur gaat. Met jou de toekomst tegemoet gaat. Geloof me maar, je hebt een vriend. Klaasje. Hallo. Hallo. Jouw naam begint met een K en eindigt op sje. Ja. Volgens mij is dat al een hele goede stap in de goede richting. We zaten hier alle vier zo, we zagen u in beeld en we dachten, wauw, die spat van het scherm. Hopelijk doet ze het goed en je deed het goed. Je deed het heel goed. Dank je wel. Ik ben wel benieuwd of je ook een beetje kan bewegen. Ja, dat snap ik. Nee, ik heb gedanst en ik zit op turnen. Dus ja, mijn lichaam kan ik wel iets mee. Oké. Je hebt heel veel last van de zenuwen. En dat werd heel erg toen de tribune openschoof en je naar hier moest komen lopen. Die moet je onder controle proberen te krijgen in de toekomst. Dat is wel heel belangrijk, want stel dat je ooit zover komt en je wordt deel van de nieuwe K3, dan gaan er heel veel momenten zijn waar je heel erg zenuwachtig op zult zijn. En dan moet je die ook op dat moment onder controle kunnen houden. De stemming. Gert. Voor mij een ja. Christel. Een ja. Josje. Ik hoop dat ik je de volgende keer ga zien dansen. Voor mij ook een ja. En van mij krijg je er nog een vierde bij. Gefeliciteerd, Klaasje. Ik heb meteen op ja gedrukt. En de droom is uitgekomen, want ze wou door en hij is ook gewerkt. Ja. Zo stress, zo. Ja, dat is wel. Dat is logisch. Ja, maar dat is. En op zo'n hakje nog hier wandelen, terwijl dat al die dingen. Super gefeliciteerd, wat leuk. Ja, heel blij. Nou, jullie mogen gaan, als jullie de volgende keer weer terug. Hartstikke goed. Dankjewel. Leuk. Dat toonvastheid belangrijk is voor K3 is al duidelijk. Maar ook de looks tellen mee. En dat beseft de volgende kandidaten maar al te goed. Carina. Ja. Zie je het zitten? Nu wel. Maar we zullen dan wel zien als ik op het podium ben en dan komt wel alles. Maar eerst zijn jullie nog een beetje aan het opmaken. Ja, ik heb mijn twee schaduwpaletten mee. Dat moet genoeg zijn, hè? Ja, zeker. Altijd nerveus van een beginnen te schminken. Ik ben Carina Shaker, ik ben 22 jaar en ik studeer communicatiemanagement in de Peekzaal en ik woon in Sint-Truiden. Toen ik 3 jaar oud was, ben ik en mijn mama vertrokken vanuit Oekraïne en zijn we eigenlijk naar België verhuisd. Zeg maar, straks ga je auditionen, je wil een van de kadrietjes worden, maar het is niet de eerste talentenjacht waar je aan deelneemt. Hè? Iedereen hoort er altijd van. Mijn allereerste auditie was So You Think You Can Dance. Daarna kwam My Name Is, Looking for Pearl, Belgium's Got Talent, Idol. Ik heb ook aan misverkiezingen meegedaan. Maar dat zijn allemaal totaal andere dingen, hè? Want ben je dan een danseres, ben je dan een zangeres? Wat ben je dan precies? Alle vier. Rapper, danseres, zangeres en actrice. Jij bent de rapper? Ja, ik rap ook heel graag. Ik was de film 8 Mile aan het kijken van Eminem. En ik vond dat liedje Lose Yourself, ik vond dat zo cool. En toen dacht ik, hoe af zou dat zijn als ik dat kon rappen? En ik heb dat in 1 dag geleerd en sindsdien was ik verslaafd aan rappen. What he wrote down, the whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how everybody's choking now. The clock's run up, time's up, over, blast, snap back to reality. Woo! High five. Ik ben hier om te winnen natuurlijk. Als ik vrienden maak, oké, dat is heel fijn, maar ik ben hier om te winnen. Maar om te kunnen winnen, zal Carina toch eerst de publieksjury moeten overtuigen. Ga je altijd mee supporten? Ja, altijd mee. Maar ze zegt, deze keer zegt mama, kom niet mee, omdat ik breng mijn ongeluk. Ik zeg, oké, ik ga niet mee deze keer. En dan zegt mama, maar ik moest iemand meenemen. En ze valt niet. Ja, en mijn vriendin zegt, ze moeten werken of dit of dat. Ja, zegt mama, zeg, ik hoop nu wel dat je geen ongeluk brengt. Ja, voilà. Ik wil heel graag in de showbizwereld komen, maar de audities zelf vind ik niet fijn. Ja, ik mag eigenlijk zo niet denken. Altijd positief denken, dan komt het wel in orde.
Hallo allemaal. Ik ben dus Carina Shaker. Ik hou van zingen, uiteraard, anders sta ik hier niet. Ik hou ook van rappen. Ik hou van dansen en acteren. En ik hoop echt dat jullie van mijn show gaan genieten. En dat mijn zenuwen het vooral niet gaan overnemen. Oh my god. Ik moet even... Oké. Nog één stemopwarming. Oké. Ik vind het wel leuk. Ja, ik ook. Mijn lichaam is betoverd, mijn lippen zijn verlamd. Sinds die hun van duizend dromen bij me kwam. Zijn mooie lach, zijn koele blik, een kleine kus en weg ben ik. Hij kruipt onder mijn huid en steekt mijn hoofd in brand. Zeggen dat het goed is. Oké, dat is 1 op 4, maar we hebben er 3 nodig, hè? Kom aan, nog eentje, kom aan. Kom maar, we gaan zo. Vingers kruisen, kom aan. Je zachte mond en wie weet wat er daar waar komt. Ik zweef over de golven en jij vliegt met me mee. Jij die zegt dat je ongeluk brengt. Ja. Oh, sorry, mijn zenuwen hangt even over. Ah, my god. Oké, dank je. Hallo. Hallo. Dag, Carina. Maar je hebt nogal benen, jong. Echt, hè? Dank je wel. Wow. Jij ook, Karen. Dank je wel. Ja, voor mij ben je door. Carina, je hebt heel goed gezongen, vind ik. Ik vind het wel heel moeilijk. Want ja. Het is natuurlijk niet alleen de stem waar het over gaat. Het is het totaalplaatje en ik vind dit de moeilijke. Ja, ik weet niet of ik in jou echt een K3-meisje zie, maar misschien... Oh, ik vind het heel moeilijk. Ja. Oh, please, zien kan je mij en mij ja. Oh, ze is zo stressen. Je hebt een leuke uitstraling als je zingt. Wauw. Vinden jullie dat leuk? Ja! Je hebt een beetje een lelijke houding. Ik zie jou precies niet binnen K3 staan. De strijd is begonnen. Wie mag er door naar de volgende ronde? En wie gaat een carrière tegemoet waar ieder meisje van droomt? Haha! Met uitverkochte zalen en natuurlijk hoofdrollen in films en musicals. Dit is K3 zoekt K3. Welkom terug bij K3 zoekt K3. Voor Carina is het moment van de stemming aangebroken. Carina, ik vind dit de moeilijke. Ja, ik weet niet of ik in jou echt een K3-meisje zie, maar misschien... Oh, ik vind het heel moeilijk. Ja. Oh, please, zien K3-meisje en mij. Oh, niet huilen. Nee, niet huilen. Het is gewoon van een serum een beetje. En je bent tot hier geraakt al, hè? Sowieso. Ja, dus dat is al... Ik vind dat je heel goed gezongen hebt, ja. Maar op een paar momenten vond ik het misschien net iets te... sexy? Of... iets... Oh my god, oké. Benny. Over naar de specialistenzaken. Oh nee. Ik vond het inderdaad heel theatraal. Wat dan een beetje vertaald wordt als sensueel. Waardoor ik me ook de vraag stel of dat het binnen het K3 gegeven wel past. Echt waar, ik wil zo graag door zijn. Zo graag, maar echt niet normaal. Waarom wil jij zo graag K3 worden? Wel, ten eerste, ik hou van kinderen. Ik doe ook studentenjob bij Plopsa. Aha. Dus je kan hard werken. We hebben een tekort aan jobstudenten en dan zijn we nog één kwijt. Dus dat is... lieve Carina, voor mij is het een nee. Oké.
Christel. Ik vind het fantastisch dat je het zo graag wil en dat is voor mij een ja waard. Ik gun je van harte een dans- en zangcarrière. Ik denk dat je het ook zou kunnen, maar ik zie het niet bij K3 gebeuren. Sorry. Nee. Je hebt het heel goed gedaan. Je hebt het tot hier gebracht. En er zijn er maar weinig die tot hier geraakt zijn. Dus toch proficiat. Dank je wel. Ik had heel veel zenuwen, dat wel. Ik heb zo vals gezongen. Dat is niet waar. Dat is gewoon stress. Dat is niet waar. Okay. Wacht even je mama vast. Geef een dikke kus. Oké, niet meer, want anders ga ik meer huilen. Ik vond deze ook een moeilijke kandidaat om te beoordelen. En ik dacht bij mijn eigen van, wat is van voor moet oplossen. Zijn er nu vooral ontgoocheld of toch een beetje trots op jezelf? Toch ja, wel, ja? Meer ontgoocheld. Maar ach, ik vind het zo spijtig. Ah, ik vond het echt zo spijtig. Ja. Ach, Gert, waarom laat hij me niet door? Kijk, pak je mama maar mee. Ga maar naar daar en trek het u zeker niet te veel aan. Bedankt om mee te doen. Hè. Ja. Zal lukken, hè. Bye-bye. Ook al zijn de kandidaten dus nog geen K3-zangeressen, toch dromen ze al van een grootse carrière. Hey, daar hoor je van de zalen. Zo, dat zou dat zijn, hè? Dat is een droom, hè? Zo. De shows, de musicals dat ze maken, van hun series. Ja, er is zoveel dat ze doen. Ik heb een nichtje van 4 en die is helemaal gek van K3. Echt een jukebox en microfoon, dansmat, alles. Ja, alles. Het is gewoon zo groot. Ik ben Isabel Troefman, ik ben 19 jaar en ik woon in Buren, in Gelderland. En ik wil september weer beginnen met een studie. Ik ga waarschijnlijk de PABO studeren in Utrecht. Dan word je eigenlijk lerares van het basisonderwijs. Dus kleine kindjes lesgeven. Dat is eigenlijk wat me heel erg leuk lijkt. Doe je dit al? Nee, dit is wel mijn eerste auditie. Echt. Oh, echt? Mijn grote auditie, ja. Oh, wat spannend. Ja, ik was gewoon thuis en ik hoorde het van mijn vriendinnen. Die zeiden, Lies, K3 gaat stoppen, maar niet helemaal, want ze willen een nieuwe K3. En ja, dat is echt iets voor jou. We kwamen een foto tegen in een fotoalbum. Waar jij staat te zingen als meisje van, zal het zijn, 10? Ja, ik denk 10 ongeveer. Ik heb leren zingen eigenlijk door mijn familie. Vooral mijn vaders kant, mijn opa en mijn vader, die zingen altijd. Zingen is, is belangrijk, maar er zitten natuurlijk zoveel meer facetten in. Hoe geweldig zou het zijn als dit iets kan worden? Als ik hier geld mee kan verdienen, als ik hier gewoon jaren mee bezig kan zijn, mag zijn eigenlijk. Gewoon een eer. Ja, ik vind het gewoon een hele mooie droom eigenlijk. Ik ga het, denk ik, goed doen door gewoon 100% mezelf te zijn. Hallo, ik ben Lieselot, ik ben 19 jaar en ik woon in Buren in Gelderland. En ik vind het ook superleuk om te zingen, om te acteren en om lekker te dansen. Dus we gaan er gewoon een feestje van maken met z'n allen. Een mooike, een frieske. Ik vind haar lief en sexy tegelijk. Ja. Hij moet er wel een melkje gaan branden op de tribune zo, vind je niet? Hoi, dag Lieselot. Hallo. Ik ben oprecht
heel gelukkig dat de tribune is opengegaan. Ja. Ik ook. ja, wij zagen u en wij dachten... Wauw, ja. Dat is sowieso iets anders. Zo pittig, zo... Ja, ik heb moeilijke... Josje zei op een gegeven moment... Dus sorry, ik ga het al even pikken van u, maar... op een gegeven moment... Die is mooi, schattig en sexy tegelijk. En ja. Dat is echt waar. Ja, ik heb het een beetje moeilijk. Ik kan vooral heel positieve dingen zeggen. Je hebt goed gezongen met een paar uitschuivers, maar dat snap ik. Inderdaad, je bent fris jong. En toch heb ik zoiets van... Ik zie jou precies niet met drie andere meiden binnen K3 staan. Je hebt een hele mooie, open, ontwapenende blik, ook op het scherm. Want het is niet altijd, als je dat hier live hebt, dat je dat ook op tv hebt. Jij hebt dat wel. Dat is een enorm pluspunt. Minpuntje is, en daar moet je echt aan werken, je hebt een beetje een lelijke houding. Ik kan het weten, want ik loop ook altijd naar beneden te kijken omdat de rest van de wereld kleiner is dan ik meestal. Dus ik moet altijd zo lopen. Dus daar moet je echt, echt, echt aan werken. Voor mij is het... onder voorbehoud van een aantal nog te vervullen voorwaarden in de toekomst, een ja. Dankjewel. Dat is een. Een nee, sorry. Okay, nou, dankjewel. Josje? Ik zeg ja. Dankjewel. Dan heb je nog één ja nodig en die krijg je van mij. Gefeliciteerd. Je moet trots zijn. Dat kunnen leren. Denkt u dat? Ik denk dat dan moeilijk te leren. Nou ja, ik heb ook vraagtekens bij dat dansen, maar ik vond het gewoon een plaatje. Ja, ik kon er niks aan doen. Zo blij! Ja. Oh. Het is echt heel lang om te zien. Ik word ook vrolijk als ik haar hoor zingen. Ja. Stem, die was perfect. Ja, die was perfect, ja. Ik kan geen jury beïnvloeden, maar ik vind het wel een heel leuk type voor in K3. Nou, gelukkig. Mooi ziet eruit, lekker blond. Ik heb één stem in ieder geval. Goed zo, jullie super bedankt. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. En geniet er lekker van, hè. Ja, helemaal. Oké, dank jullie wel. Ook graag gedaan. Hoi. Tot de volgende keer. Hoi. Nou, dit heb je alvast in de pocket. Cheerio. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Anne. Dag Anne. Wie komt er hier zingen vandaag? Ik. Ah, voilà. En jouw naam is? Denise. Dag Denise. Hallo. Ik ben Charlotte. Ah, ik ook. Ben ook Charlotte. Echt? Ah. Dat is grappig. Ik ben Charlotte Verduin. Ik ben 22 jaar. Ik kom uit Brugge. Ik studeer musical theater. Ik zit in mijn derde jaar, volgend jaar mijn laatste. De dag dat werd gezegd dat K3 ging stoppen, dacht ik eerst dat ik het niet kon geloven. En toen dacht ik, maar als er een inschrijving is voor een nieuwe K3, wil ik meteen doen. Ja, ik weet niet, van kleins af ben ik echt al fan van K3. Ik wil graag een K3'tje worden, omdat ik gewoon dit met hart en ziel zou doen. Ik wil graag kinderen entertainen. En ja, K3 is ook gewoon veel meer dan alleen maar optreden, maar ook de tv-series, de films. En ben je klaar voor de auditie? Ik ben er klaar voor. Ik vind het super spannend, maar ja, ik ben er wel klaar voor, denk ik. Ja, auditie doen is altijd spannend. Ja, is het de eerste auditie die je doet? Ja, voor tv wel, ja. Ik heb dit jaar 23 audities gedaan, zonder K3 bijgerekend. Dus het is best heftig. Het is echt wel zwaar om aan de bak te geraken in musical, maar het is allemaal wel waard. En wat heeft het tot hiertoe opgebracht? Ik ben aangenomen bij Beauty and the Beast in Nederland. Oké. Okay. Ja. Maar de puzzelstukjes zijn nog niet helemaal gevallen zoals jij het zou willen. Ja, ik wil heel graag... Beauty and the Beast lijkt me heel leuk en dat wil ik ook heel graag doen. Maar K3 is natuurlijk echt een droomjob. Ja. Tuurlijk. Dat lijkt me heel leuk om te doen. Als ik de nieuwe K3 zou worden, dan zal ik mijn stageplek moeten opgeven. Maar dat vind ik niet erg. Wat gaat ze hier weer brengen? Zeekapitein. Liefdeskapitein. Die gaat op de zee. Zeg, als uw dochter een van de K3'tjes komt, gaat wel de liedjes een beetje beter moeten krijgen. Ja. Hallo iedereen. Ik ben Charlotte Verduin. Ik ben 22 jaar oud. Ik kom uit Brugge. En ik zou super graag een K3'tje worden, zodat ik op jullie gezichtjes een lach kon toveren. En nu lijkt het mij dus super leuk als jullie met mij mee willen varen op de zee. Vinden jullie dat leuk? Ja! Ja? Vinden jullie dat superleuk of gewoon leuk? Super! Ja? Ja? Oké. Geluk is een eiland hier ver vandaan. Ik wil met jou op
Beste Charlotte, niet heel erg stemvast. Vooral helemaal op het laatste viel dat enorm op. Dat stoot mij een beetje af op een of andere manier. Ah, kom aan. Ik ben zo blij dat ik eindelijk voor jullie mag zingen. Het is wel bijna doodgeblondeerd, of niet? Ja. Ja? Ja. Ik denk dat je niet half beseft hoe goed jij bent. Ik heb wel knappe broers, moet ik zeggen. Ja, ja? Ja, dat wou ik even kwijt. Zou Willem-Alexander zitten kijken? Hoi. Welkom terug bij K3 zoekt K3. Voor Charlotte is het erop of eronder. Beste Charlotte, niet heel erg stemvast. Vooral helemaal op het laatste viel dat enorm op. Dat stoot mij een beetje af op een of andere manier. Oh, Josje? Je beweegt heel mooi. Je hebt een leuke uitstraling als je zingt. Maar het einde was echt niet goed. Ik als dat open gaat, snap ik wel dat je even vertrouwen in jezelf. Nou, ik... Zo oud en lelijk zijn we nog. Oh. Ik stel voor dat we gaan stemmen. Christel. Ja, ik zou jou nog wel eens willen zien. Dus ik zeg ja. Voilà, oké, dat is al goed. Kom op. Karen. Sorry, lieve Charlotte, ik zeg nee. Josje. Ik zeg ook nee. Oh nee, dat maakt het zelf niet meer uit wat ik daaraan toe te voegen heb. Dus je bent jammer genoeg niet door, Charlotte. Dank je wel. Proficia toch wel. Dat vind ik jammers. Zie je hoe moeilijk dat is? Vier vakken die zeggen ze gaat door. En de jury zegt nee. Nee. Ik vind het echt spijtig voor u. Ik vind het ook heel spijtig, echt waar. Ik had het heel graag gedaan. Nee. Jammer, hè? Die sokjes, die lachen. Allee, moet ik dan witte sokken met rood en een blauw strepje onder mijn dingen? Ik ga daar niks zien of wat? Dan zal ik je zeggen dat de schoenzolen beginnen rotten. Ah, wel zien, Annie. Ah, wel, dat is juist hetzelfde. Nee, allee, ja, ik ben wel een vrouw, hè. Wat moet ik dan doen? Dat is toch niks voor het is heel mooi, het is heel grappig. Allee, het is grappig. Heel schattig. Het is een beetje... Het wat dikke enkeltje. Ik had precies juist een vlucht van 11 uur. Sorry, ik kom daar juist terug van Thailand. Lach me maar, hoor. En lak maar met Geertje. Cheers. Hey, cheers. Op de nieuwe K3. We zullen zien. Ik ben Denise van Beuzenkom. Ik kom uit Nieuw-Lekkerland en ik ben 18 jaar. Zo, Denise. Ja. Wat gezellig. Leuk, waar kom je vandaan? Ik kom uit Nieuw-Lekkerland. Nieuw-Lekkerland. Ja. En dan ziet het ook al uit als een snoepje. Je bent eigenlijk een beetje een ongekroond koninginnetje, toch, of niet? Ja, ik heb een kroon. Ja, grappig, grappig. Ja. Want je bent kapster, hè? Ja, dat klopt. Hé, hey, ja. En zing je dan ook wel eens gewoon in de zaak, dat mensen het kunnen horen? Nee. Echt niet? Ja, stiekem zachtjes en dan is Denise. Wel? Nee. Wat ben jij, vriendin van haar? Of een collega. Ja, mijn collega's vinden het heel leuk. Ja, ze zijn heel blij voor me. Ja, ze hadden het wel verwacht. Dat ik nu wel een keer mee zou doen met een programma, want ze weet wel dat ik heel veel met zingen doe. Wie heeft dat haar gedaan voor jou? Ik zo. Dat is je eigen haar. Ja. Ik kan toch een haarstuk op zitten of zo? Ja. Maar nee, bijna dus echt. Maar het is wel bijna doodgeblondeerd, of niet? Ja. Ja? Ja. Ik heb het helemaal roze gehad, maar ik heb ook een blauw plukje erin gehad. Een paars. Wat is de reden dat je K3 wil gaan doen? Ik zag al die andere programma's en toen dacht ik, ja, het is wel leuk, maar moet ik het wel doen, moet ik het niet doen? En toen zag ik dit en toen dacht ik, ja, als ik dit niet doe, dan ga ik heel veel spijt. Ik zie er wel een typetje voor eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Dank je. Dan kun je ook een beetje dansen. Ja, en anders doe ik het zo. Nee. Ik heb wel stiekem geoefend thuis met de dansjes, ja. Ja, dat gaat wel, toch? Oh, jij, welk liedje ga je zingen? Koning Willem-Alexander. Vandaar het bloedje. Ah, ik vind hem goed. Ik vind hem nu wel leuk, ja. Ik heb toch wel echt heel erg tegen K3 opgekeken. Net zoals als klein meisje, overal naartoe, concerten, optredens. En het voelt heel bijzonder als dat mogelijk zou zijn om in hun voetsporen te treden. Hallo. Zo, ik zal me even voorstellen. Ik ben Denise. Ik kom uit Nieuw-Lekkerland. Ik ben 18 jaar. Ik doe mee met K3, het zoekt K3. Omdat het me heel erg leuk lijkt om met jullie allemaal te zingen. En te dansen. Ze heeft een kroon op. Echt? Nou, ja. Misschien past het wel bij het liedje. Liefste Maxima, ik stuur jou deze brief om je te feliciteren. Liefste Maxima, je bent vast kei verliefd op die harten die van jou.
op die harte die van jou. Liefste Maxima, als ik zo iemand vond, mocht hij ook mijn hart regeren. Dus vertel me nog één keer waar alles begon. Met die harte die van jou. Met die harte die van jou. Met die harte die van jou. Waar kan ik zo'n leuke jongen vinden? Net als koning Willem-Alexander. Die mij met zijn glimlach kan verblinden. Drukken! Net als koning Willem-Alexander. Ik stuur jou deze brief om je te feliciteren. En ik hoop dat ik ooit net zo'n teddy bear vind als die harte die van jou. Als die harte die van jou. Dankjewel. Ja, dat is wel. Ze is echt het verkeerde nummer. Ja, natuurlijk. Ja. Ze kan er niet aan in de laagte. Nee, voor haar was dit niet. En dan de hoge stukken zijn wel. We waren heel hoog. We hebben 1000 hoge nummers in de kist. Jammer. Nee, super moeder. Het was echt hartstikke leuk om te doen. Echt waar. Ik dacht bij mezelf, dat wordt het, maar het was het niet. En toen ging de hoofd naar laag, vond ik hem weer doen. Ja. Hartstikke bedankt, hè? Doeg. Oké, dank jullie wel. Bedankt. Oké, dag. Nou, mocht Amalia nou geen zin hebben, dan kan ze natuurlijk altijd nog dat meisje inhuren. Een leuk kroontje. Zou Willem-Alexander zitten kijken dan? Hoi. Bel eens, laat eens iets weten of dat je het een goed liedje vond. Wie? Willem-Alexander. Ja, die heeft nog meer wat van zich laten. Nee. Zo is het. Beter voor koning Filip gedaan. Hanna. Hallo. Hoe is het? Wat grappig. Ik zit even naar je te kijken. Nou, wie is deze man die achter je staat? Dat is mijn grote broer. En zo. Dat zijn mijn andere broers ook. Zijn alle drie de broers aan mee? Ja. Wat leuk, jongens. Om je zusje te supporten. Wat ongelooflijk lief. Je hebt wel knappe broers, moet ik zeggen. Ja, dat wou ik even kwijt. Maar goed, daar gaat het niet om. Heb je er zin in? Ja, heel veel zin in. Hoe heb je jezelf een beetje voorbereid, zeg maar? Ik heb veel geoefend thuis, met een micro ook, dat ik dat zo wat kon aanwinnen. Grappig. Want ik heb nog nooit echt op een groot podium gestaan. Hè. Zingen doe ik al heel mijn leven en optredenjes geven voor familie en zo. Maar dat is zingen als dat je onder de douche doet. Dus het is niet dat ik, ik weet niet wat zangervaring heb. Maar ik wil dat wel allemaal kunnen. Heb je nog een leuke hobby? Dat je zegt van, dat vind ik leuk. Ik doe scouts. En dat is eigenlijk voor de Nederlandse kijkers een soort van padvinderij, zeg maar. Ja, achter. Eigenlijk wel, ja. Zit je ook bij de padvinderij? Zaten. God, dat had ik moeten weten. Ik ben de scout van Tila Coloma en ik sta in de AKB-leiding. Dat is eigenlijk een groep apart voor jongeren met een beperking. En dat is zowel mentaal als fysiek. En vandaag gaan we technieken doen. Yes! Yeah. Kinderen met een beperking hebben net iets meer begeleiding nodig. Maar het is niet omdat ze een beperking hebben dat we ze bijvoorbeeld niet leren om te sjorren of om vuur te maken. En dan gaan we met het touwtje rond deze bal. Wat ik er vooral uit geleerd heb, is dat die eigenlijk gewoon heel tof zijn en dat die net zoals andere kinderen even hard genieten van de scout. Als je propjes hebt gemaakt, dan mag je die hier komen leggen. Ik denk dat het plaatje wel kan kloppen dat ik in de scout zit en met het K3-verhaal. Het bewijst dat je met kinderen om kan en dat je dat graag doet, want je doet dat in je vrije tijd. Dat is ook deels wat dat K3 inhoudt. Hè. Hanna zou een goed deel van K3 zijn. Ze kan goed dansen, ze kan goed zingen. Eigenlijk alle capaciteiten waarvan ik denk dat iemand van K3 aan moet voldoen. Je moet zo doen. Wij vinden Hanna top. Zo. Kom op. Je bent niet dom, hè. Ik ga het gewoon proberen en dan zien we wel. Ik ga er niet te veel over nadenken, want dan gaat het toch maar een chaos worden in mijn hoofd. Hallo iedereen, ik ben Hanne. Ik ben 21 jaar en ik ben zo blij dat ik eindelijk voor jullie mag zingen. Ik hoop dat jullie er nog zin in hebben. Ja? Oké, dan zullen we er gewoon aan beginnen. Maar zie, het is wel een vrolijke snoet. Hè? Ja, heel puur natuur. Ik word er blij van. Ja. Altijd van je houden, zo snel is alles uitgelegd.
slaapt nog goed, papi, mami. Ja. Goed zo. Ik wil met je trouwen. De allereerste. Laat ik het voor je spel aan. Altijd van je houden. Weet jij wel? Ja! Hanne, blij dat je er vanaf bent? Ja. Dat is wel leuk, hoor. Heb je al veel podiumervaring? Geen. Het is de allereerste keer dat ik zing en perform. Daar worden wij alle vier een beetje stil van, denk ik. Oh. Je bent heel spontaan, heel naturel. En dat werkt heel ontwapenend. En hoe oud ben je? 21. 21 jaar, dan kruip je nu eigenlijk 21 jaar te laat op een podium. Ik heb het gevoel dat jij niet vrolijk speelt, maar jij bent gewoon vrolijk. En dat is wat we zoeken. En ik denk dat je niet half beseft hoe goed jij bent. En Christel gaat ook nog iets zeggen. Wel, ik heb het een beetje lastig gekregen. Het was voor de eerste keer dat ik echt het gevoel had als nu iemand mijn plaats zou mogen innemen, dan zou ik jou dat enorm gunnen. Maar je moet het wel nog bewijzen, want je bent een ruwe diamant en er is nog werk aan, maar ik ben onder de indruk. We zijn klaar om te stemmen. Josje. Ik denk dat er nog veel meer in zit. Dus voor mij een ja. Voor jou een ja. Karen. Je hebt iets gedaan met elk van ons, niet alleen met elk van ons vier, maar met iedereen en daarom een heel grote ja. Christel? Ja. Je bent door met 4 ja's, proficiat. Ik voelde het ook toen die open gingen, man. Nee, ze kan niet. Die papa was er echt zieke zo. En 4 uur geleden naar Hanna. Ja, ik denk dat dit nog wel eens een verrassing kan worden van de show. Maar ik vond die echt goed. Ik ook. Ja. Ja, ik vond die echt goed. Maar wat goed gedaan. Maar je hebt nog nooit opgetreden. Wat een schatje. Kom, je krijgt mijn knuffel. Heel goed gedaan. Hartelijk dank. Tot de volgende keer. Dank u wel. Goed gedaan, hoor. Het was een tranendal, maar van geluk. Dat willen we toch allemaal. Ja, dat is K3. Verrassend. Toch? Ja. Verrassend. Oh, ik kan er uren over blijven malen. Ik hoop dat ik vandaag nog slaap, want ik vind het toch wel een dingetje, hoor. Dat je weer moe genoeg om bij de nacht te slapen. Ja, dat denk ik ook wel. Ik heb volgens mij al de hele tijd zo'n beetje te slapen. En zo eindigt de eerste auditiedag van K3 zoekt K3. 6 kandidaten zijn al zeker van een plekje in de volgende ronde. Volgende week gaan we verder met deze unieke talentenjacht. Op zoek naar de opvolgers van Karen, Christel en Josje. Ik denk toch dat mensen daar van schrikken. Ik zie hier mijn dochter wel fan van worden. Normaal ben ik super verlegen. Komt allemaal goed, het is mijn kapster. K3 krijgt een nieuw gezicht. Ik ken die. Is toch je kapster niet? Ik denk Christel, tot ziens. Ja, zo is het.